Kombuis wordt met trots geborgd door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Welkom terug bij die grote ontbijt. Nou ja, Suid-Afrikaners is opgewonden op hierdie maandag, want het is een goede naweek geweest, nee, Chef Pally? Dit is hitte, maar het is een baie goeie naweek geweest. Dit is hitte, en ek is seker, dis hoe die eend ook gevoel het. Dit was so hitte, grappie. So wat maak ons vandag? Ons doen een eend, crispy eend, wat ons in so half Asian twist op hom sit. So ons doen een beetje soja en limoen. So limoen is traditioneel so met eend. So hierdie soja combinatie werkt uiteindelijk nogal lekker goed saam. En ons kan actually onmiddellijk afskop met dit. En ons het so'n beetje van die Be Well se chili olie, wat ons hier so by het. So dat gaan so'n beetje van een bite hee? Klein beetje, maar jy kan, obviously kan jy hem nog een beetje opspice as jy rarig wil. En dan is een beetje gimmer en ons het een beetje selderij, wat ons net al gaan ingooi. En terwijl daar elke lekker so aan die gang gaan, gaan ons een beetje gewone sojasaus vat. Right. Net so paar splashes van dit. En dit, so beetje meer. En dit moet, dit gaan net alles lekker saam begin kook. En dan het ons ook van hierdie sweet Indonesian sojasaus. So dit is eindelijk maar net so een sojasaus wat afgekook is. En dan raak hy verskrikkelijk soet. Amper soos, dit is een combinatie tussen een soja en een jening. As ek so kan so verduidelik, en dan het ons hier so net gewone limoensap. Alright. Vaars limoensap. So daar is definitief, daar is maar een soet, sier type combinatie wat nou kenmerkend is aan die type geur wat jy wil hee. Ja, natuurlijk. En het is die lekkering van hierdie kleur ook gaan, die eend borsie en die eend duikie gaan dit natuurlijk verkleur, baie donker maak. En oor die soet sojasaus wat daarin is, gaan ons ook baie lekker crispy vel kry. En dit is wat jy juist wil hee? Ja, so hierdie eend het ons baie eenvoudig net gekook in een selfde similar type sausie, net opgekook vir so 40 minuten, en dan het ons hom net gedebouwen en hom uit mekaar uitgehaal, en dit is wat ons dan nou vandag gaan sit. So terwyl daar elkie nou net so aan die gang kom, het ons, wat ons sommer het gaan optis, het ons lekker couscous. Nou, hierdie gewone couscous wat mens kry in die winkels is, ons maar baie klein fijn korrelkies, hierdie is thuisgemaakte couscous. So, ek het dit self gemaakt. Dit is basically eenvoudig, net bykie meel, bykie spices en herbs, wat jy dan met een spuit borokkie, bykie spuit, nat spuit, en dan krummelkies rol, en dan verdroog jy dit in een ek denk jy moet ons een dag dehydrator. Ek gee glad nie om, ek sal hier verseker een dag kom wees. So, as hy nou so lekker aan die prit gaan, dan gaan ons hom net hier in die... Net so in die oond gooi. Hy gaan so 45 minuten daar binnen bly. Ons het gelukkig klaar aan die ene daar binnen. Maar dit is net om hom... Hy gaan al die saus gaan dan obviously afkook. Ja. En die geure gaan bykie meer intens raak. En dit gaan bykie meer verdik. So dit gaan ook die saus wees wat ons dan op die einde van die dag gaan gebruik. So, net verder op die couscous. Al wat ons gedoen het met die couscous, ons het een bykie boter bygegooi, sout en peper. En dan gooi jy gewone kookwater bo oor. En jy maak hom net toe met een bykie gladrap of klinkval. En dan, dit is die eindresultaat wat jy krijg. So jy krijg couscous wat een bykie meer grove tekstuur het. En is een gezonde optie ook. Is een baie gezonde optie vir, weet as jy nou wil kyk na ietsie wat nie aardappels of, weet as jy een van die huis is nie. So ons gaan dit ook gebruik. En dan saam met hom het ons net hierdie spicy groen slaai. So ons het een bykie baby marrow wat ons in reepies gesny het. Ons het bykie baba spinazie, ons het bykie van die selderij. En alles word lekker rauw bedien. Alles is rauw. En dan bykie chilies en een bykie jalapeno peppers wat ons saam moet doen. En jy, dit obviously hoe spicy hierom wil hee, beter is dit. So al wat ons gaan doen is ons dit net lekker saam meng. En dan hier so het ons weer een bykie van die chili olie met een bykie selderij en so saam fijn gekap. En een bykie balsamies as syn en ons gaan dit net alles dan lekker saam meng. So dit is definitief, as jy iemand is wat hou van ietsie wat so bykie van die bite het, is die nou die perfecte combinatie, maar ek meen is ook nie uitermatig sterk. Nee, en die lekkering daarvan is jy kan obviously dit doen soveel as wat jy wil. As jy baie van chilies hou, kan jy baie chilies in sit. Net so bykie sesame saadjies wat ons hier oorgegooi het. So my ruik en lyk lekker. Ja, so ons kan dan actually sommer net so bykie van hierdie couscous op die bord sit. Ja. Net hier sommer in die middel. Kom ons kyk, hoe doen die prouw is dit? Ja, dit is... Allemaal is pruis, man. En dan hier so het ons van... En dit is die eindresultaat. Fast food, 45 minuten. Voila, wow. Look at you. En dan het ons hierdie eend borsie, soos jy kan sê, hierdie eend duikie. Jo, jo, jo. En lekker donker diep kleure waar hy... Kijk, die reek wat hier my neusholte tref, nee.
is baie aanloklik. En dan net weer van die lekker saus wat ons nou wat nou so verdik het, soos so jy kan sien. So hy het nie verbrand nie. Nee, hy moet 'n donkerder kleur hê, so moenie benoud raak. Nie te benoud wees nie. En dan die lekker ding van hierdie sla, jy kan hem of op die hoenders, op die een sit, of jy kan hem net so langs die kant sit, en dit is baie lekker gezond, en het werk alles lekker. Sure. Baie lekker saam. En op so 'n manier kan die eend daarom nog steeds tussen die blare wei, so, Pally, happy eend. Is een happy eend, dit lyk lekker, dit ruik lekker, en ek is seker dit gaan ook baie lekker smaak. Pally, jy laat dit eenvoudig lyk. Nee, makkelijk, en ons kan natuurlijk net altijd dus een bykie van die sesame, van die sesame saakies, ja, van die, net van die laaste bykie afronding, wat jy, as jy regtig wil, en ons, daar het jy om. Maar verkieslik, as jy allergisch is vir sesame saad, moet jy dan nie oorgooi nie, asseblief. So, nee. Dankie Pally, ek gaan dit ook probeer. Asseblief. Ek gaan net vir Pally kry om dit vir my te maak. So daar het jy dit, om natuurlijk hierdie resep te kry, gaan na ons webtuiste by grootfm.co.za. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy doen dit nou. Teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk, ja ja, en dan vir meer video's soos die, dan klik jy op die, wat is daar? Playlist, is een playlist. Die playlist knoppie.